Hitten varen af en aan, maar nemen mij net mij. En het leek het wel als wordt het beter, wieder mij de dag. De mensen die ik aanspreek, verkeer je enkel nee. Hier steen ik dan alleen op een eiland in de zee. Vleermachines vleeren oer, maar zwaaien net waarom. Wie worden net verstaan, ze bleven daar bestond. Zou ik je even apart mogen afrekenen? Hier steen ik dan al in de open al in de rijden we naar binnen hoor meneer. Gaat even hobbelen. 1, 2. Tot straks. Ik heb echt lol met hem. En hij weet echt overal wel iets van. Dag dames, een drankje. I'm not afraid to die.
Ja, oké. Okay. We zijn weer thuis. Graag. Yes. Nou, heerlijk. Dank je. Eigen bak. Wat? Welkom thuis gebakse. Welkom thuis. Alsjeblieft. Met slagroom. Dat ziet er goed uit. Ik moet eerst nog even bellen. Oh ja. Ja, hi, met Annemarie? Ja. Hey, hoor eens, ik kan even vanmiddag niet komen, want ik heb net mijn oom opgehaald in het ziekenhuis. Ik wil nog wel even bij hem blijven, als dat kan. Ja? Nee, er is voor de rest niks dringends. Oké, dankjewel. Hi. Ja, uw herstel gaat voorspoediger dan verwacht. Ja. Maar die kan er niet zoveel doen. Oh. Is er iemand die voor u gaat zorgen? Nee, dokter, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik red mij wel. Jawel, maar dat is wel degelijk nodig. Oh. Want, als u nu eigenwijs gaat doen en zo, en dan verseert u de boel en dan komt het niet goed. Oh, ja. Nou, nee, ik ben er wel hoor. Ik kan wel voor hem zorgen. Ja. Denk jij dat ik misschien voor de komende weken de woensdagen vrij kan krijgen? Nou, dat moet wel te regelen zijn. Ja, want ik heb het nu echt zo ontzettend druk met Maarten en alles. Het gaat maar heel even duren hoor. Maar het wordt nog wel even te veel. Ja, dat kan ik me best voorstellen. In ieder geval, op woensdag ligt er nooit zoveel werk. Oké. Dus er moet iemand te vinden zijn die voor jou kan vallen. Oh, nou, dankjewel. Oké, doeg. Wat hebben we het leuk samen, hè? Ja, nou, je had mijn vriendje ook kunnen wezen. Ja, maar jammer genoeg is het wat tijdelijk. Na dat akkefietje zoeken we elkaar toch wel weer eens op, niet? Jawel. Maar hopelijk kan je het dan wel weer allemaal zelf, hè? Nou, als dat zover is, dan maak ik een buffet van 3 gangen. Oh. En dan hoop ik wel dat jij het avonds even doet. Oh, nou, leuk ben jij, zeg. Goed, Terry. <Sorry. laughs> Dat was leuk hoor. Ja. Terry. Ik heb het. Help! Nou, dit is wat. Zo. Oké. Het kastje.
Jawel. Jawel. Dat heb ik ze gisteren nog gezien. Ja, kijk dan anders eerst even. Ik ben toch op het werk, man. Nee, kijk dan eerst. Oh, ja, ik heb... Maarten, ik heb hier geen tijd voor. Nou, je belt me een andere keer terug. Sorry hoor. Oké, ik ga nu ophangen. Nee, ik ga nu ophangen. Ja, Annemarie. Ik heb je maar even apart genomen. Ik merk wel dat het jou allemaal een beetje te veel wordt. En dat vind ik heel sneu voor je. En ik leef wel met je mee. En ik vind dat we daar toch het een en ander moeten ondernemen. En daarom stel ik voor dat je contact krijgt met de personeelsmedewerker hier. Okay. En die kan je dus wel helpen bij bepaalde dingen. En dan moet je voor de rest even kijken, aanzien hoe het nu verder gaat en hoe het verder moet. Okay. Dat je even een poosje rustige tijd krijgt. Ja. Dat is wel verstandig. Ja, sorry. Ik dacht echt dat het allemaal wat minder lang zou duren, maar ja. Je kunt het ook niet van tevoren bepalen. Nee, en ik ben gewoon op. Ja, dat is duidelijk. Ja. Is ook aan te zien. Ja. Ja. Ja, sorry. Geeft niet. Okay. Daarvoor ben ik baas, hè? Oh, dankjewel. Ja, oké. Is goed. Van de bibliotheek kreeg ik meer tijd voor Maarten. En dat was maar goed ook, want wat eerst iets tijdelijk leek te zijn, ging veel langer duren. Maarten deed zijn best, maar het werd niet beter. Moe. Ja. Ja, makkelijk praten in dat ding. Ja, ja, maar jij bent dan jong, hè? Ja, nou, reken maar. Ja, nou, reken. Ik reed er makkelijk uit in dat ding. Ja, weet ik. Nou, weet je wat we doen? Jij rechts en ik links. En dan gaan we eens kijken wie het eerste bij dat bruggetje is. Klaar? Oké. Oh. Af! Ja, dat zit er wel in. Ja. Hey! Sissy! Goed! Wat heb jij een mooie jurk aan? Ja, dank je. Oh, leuk. En waar was je nou gisteren? Gisteren? Ja? Mooie jurk.
voor mijn verjaardag. Oh, wat stom. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Maarten die heeft nieuwe medicijnen gekregen en daar wordt hij nogal misselijk van. En ben ik maar hier gebleven totdat hij in slaap is gevallen. En toen ben ik naar huis gegaan. En ben je gewoon echt helemaal vergeten. Dat is echt ontzettend stom, sorry. Geeft niet aan. Nee, dat geeft wel. Weet je, het lijkt wel alsof ik alleen nog maar op de wereld ben om Maarten te helpen. Dat is toch goed? Dat is niet goed. Is wel goed. Ik vergeet gewoon alles. Ik vergeet zelfs jou. Nou, ik vind het in ieder geval niet erg. Ik vind het hartstikke goed dat je voor hem zorgt. Bij ons is het gewoon normaal dat je voor je familieleden zorgt. Dus het geeft helemaal niks, meisje. Oké? Oké. Krijg ik nog een kopje thee? Ja, komt er zo aan. Ik heb dorst hoor. Dankjewel. Lus? Nou, als je zo oud en brak bent als ik, dan piep je wel anders hoor. Brak, je bent niet brak. Een mens kan niet brak zijn, water is brak. En je moet gewoon een beetje uitkijken wat je doet, oké? Okay? Ik ben wel brak. En moet je luisteren, als jij dat tafeltje wat dichterbij zet, dan kan ik het reiken. Ik kan er nu niet bij. Ja, nou, het is mijn schuld, hè? Annemarie, krijg ik nog een kopje thee? Een nieuwe? Ja. Het is geen hotel, hè? Wel. Ja, dank je. Alsjeblieft. Dan moet het wel een beetje dichterbij, hè? Anders gebeurt het weer. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Is er iets? Nee, ik ben gewoon moe. Echt? Ja, en ik ga naar huis. Je redt je verder wel, hè? Alleen. Nou, ik denk het wel. Oké. En gooi die vuile sokken nog eventjes in de wasmand. Want volgens mij heb je die al een hele week aan. Oh, ik ben geen baby. Annemarie. Sorry. Sorry. Goed. Oké. Bye. Ik ren fast. Ik ren fast. Ik ren fast. Ik steel al in. Ik draag naar links, ik draag naar rechts. Terug het huis en bij de moeren. Terug de tuin en terug de streden. Ik draaf naar noord, ik draaf naar zuid. Naar eerst en west, maar ik kom net fout. Uit terug het park, maar ik kom net verder. En ik reed vast, vast, vast. Ik reed vast. Feel the old.
Eerder kunnen komen. Oude gek, jeetje man, je hebt gewoon een hele buurt wakker gemaakt. Nou, ik ben hier gevallen en ik kan niet overeind komen. God, nou, ik ben allemaal rot geschrokken, oude gek. Nou, gaat het wel? Kom, kom. Ja. Ja. 1, 2. Mijn stoel. Jeetje. Ja, gelukkig had ik je nummer. Ja, nou bedankt. Ik heb bijna de politie gebeld, joh. Nou, jij red je ermee? Ja, dankjewel. Oké, geen dank. Doeg. Ik ga naar het volk. Niks aan de hand, hoor. Gaan we lekker slapen. Nou, ik denk dat ik maar hier blijf vannacht. Oh, dat zou ik wel fijn vinden. Ja, ja, ja. Hartstikke goed. Maarten? Ja, hoor. Ik heb hier nog een stapeltje post liggen. Moet je zo even naar kijken. Maarten? Ja. Ja, doe je dat zo even? Ja. Oké. Okay. Ik heb hier ook nog wat waar je handtekening even onder moet zetten. Oké. En lees jij al die abonnementen nog? Hoppa. Oh, en je hebt ook nog een kaart binnen van Kylie. Van wie? Van Kylie.
kleindochter uit Nieuw-Zeeland. Dat zie ik straks wel weer, hoor. Oké. Ja, kan niet anders, Annemarie. Ik jou ook niet had? Nou, ik vind het niet erg hoor. Toch? Nou, daar stond ik er anders voor hoor, denk erop. Nou, het is maar beter dat ik het doe, toch? Ja, alsjeblieft. Oh, oh ja. Dank je. Erg. Ja, dat hebben die oude kerels. Hè. Nee, ik ben gewoon op de markt. Ja, dat kan wel. Nou, ik ga nu even proberen. Nee, daar kijkt niemand mee. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Kan ik toch geen boodschappen doen? Ik ben zo moe van, hè? Samen ik iedere keer. Je hebt nou je geld toch? We gaan lekker de markt over mij. Kom. Hoi, daar gaat hij gewoon weer. Drie pakken, je hebt 3 euro. Allemaal meer dingen die waar ik al verdiend kan zijn. En gewoon 3 pakken. Ja, maar. Hier, ik dacht je naam aan je binnen de minuut krijgen, dan moet ik weer wat onderweg. Johnny Bakker! Kijk eens. Anders. Johnny Bakker! Johnny Bakker! Johnny Bakker! Johnny Bakker! Johnny Bakker! Johnny Bakker! Oh ja, ik moet zo meteen niet vergeten om nog even langs de apotheek te gaan. Uh-huh. En nog medicijnen halen. Ja, van okay. Maarten. Mm-hmm. Ik word er wel moe van hoor. Steeds dat heen en weer geslepen en dat gedoe. Ja, weet je, ik ben er gewoon nu iedere dag. En ik was hem en ik maak zijn huis schoon. En ik doe daar alles zo ongeveer. Ja, maar ik blijf er slapen. Jij bent er voor hem, hij kent jou, jij kent hem, hij is in vertrouwde handen. Heb je liever dat iemand anders het doet? Nee, dat ook weer niet. Weet je wat te doen? Ik ga straks groenten halen. En dan kook ik vanavond voor jullie. Lekker. Kom. Dat vind ik leuk. Maarten. De dokter is er. Nee hoor. Ja. De dokter. Oh, ik ben helemaal niet ziek. Nee, dat weet ik wel, maar ik was toevallig in de buurt en ik denk, ik kom even bij je langs. Dat hoeft niet. Ik ben niet ziek. Ik voel me uitstekend. Nee hoor, tot kijk, dokter, tot ziens. Ja. Oh, sorry, ik kan gewoon echt niet mee. Ik moet hier gewoon blijven om voor Maarten te zorgen. Kom op, Anne. Een heel weekend. Huis, het zwembad. I know. Alle meiden bij elkaar. I know, I know. Hoe lang is het geleden dat we met z'n allen bij elkaar waren, Anne? Kun je echt niets voor Maarten regelen? Sorry, dat wordt gewoon echt heel erg lastig. Maar je bent alleen maar aan het zorgen. Je moet ook een beetje om jezelf denken. Nou, ik denk om jezelf passen, hé. Nou, pas ook op mezelf. Alleen,
Ja, nee, dat gaat gewoon echt niet lukken. Ja, sorry, mijn besluit staat gewoon echt vast. Onzin, Annemarie. Ik red mijn best een weekend zonder jou. Ja, zie je? Sorry. Oké, en wie duwt jou dan 's avonds in bed? En wie haalt je er dan uit? Moet de buurvrouw soms vragen. Alsjeblieft. Dat mens dat houdt nooit op met kletsen. En moet je horen. Nou, zie je nou? Nee, ik weet dat het heel erg leuk gaat worden. Alleen, ja, mijn besluit zit echt vast. Sorry. Ja, goed. Houd eens op. Kan ik u helpen? Ik ben op dit moment mantelzorger voor mijn oom. Dat wordt allemaal een beetje veel. Ja. Ja. Dus ik weet niet precies wat er allemaal mogelijk is. Ja, spijtzorg en dat soort. Ja. Dat is er mogelijk, ja. Maar hij heeft alleen hulp in de huishouding nodig of doet u nog meer voor hem? Nou, dat doe ik heel veel. Ja. Ja. Ja, goed, hè, huishoudelijke hulp gaat tegenwoordig via de WMO, via de gemeente. Mm. En wij zouden daar een aanvraag voor kunnen doen. Mm. En dat hij daar ondersteuning bij krijgt. En respijtzorg inderdaad is ja, ook wel dat de mantelzorger overbelast is. En dat wij tijdelijk de zorg over gaan nemen. Ja. En dan moet er een indicatie aangevraagd worden via het CIZ. Ja. En dat is het bemiddelingsbureau die de indicatie aanvragen gaat doen. Ja. En die gaat het dan ook beoordelen met hem in gesprek. En dan wordt een indicatie toegewezen. En vanuit daar weg kunnen wij dan de zorg inzetten. Als u even plaats wilt nemen, ga ik even een kopje koffie pakken voor u als u er zin in heeft. Ja, lekker. Ja, wat heeft u daarin? Nou, dit is alles wat met de WMO te maken heeft. Ja. En huishoudelijke hulp, maar die doen ook de aanvraag voor hulpmiddelen en dergelijke. Ja. En ja goed, je hebt een eigen bijdrage te betalen en hoe dat gefinancierd wordt, staat hier allemaal in, zeg maar. Oké, ja. En waar staat BMO voor? Wet maatschappelijke ondersteuning. Ja. Ja. Nou, dan een folder van het Nieuwe Hoek zelf als wijkzorgcentrum. En heb ik hier nog twee folders van thuiszorg en van huishoudelijke hulp. Ja. En dat heeft dan alles weer met de zorg thuis te maken. En hier nog een folder voor de maaltijdservice. Wat doe je? Ik pak even wat spulletjes in. Ik ga met Karima even een dagje naar Groningen. En ik dan? Nou, voor jou wordt gezorgd. Komt hier iemand van de spijtzorg? Walter, die jongen die hier gisteren was, die komt even op je passen. Nou, ik heb je nog maar nodig. En bovendien, ik heb je ook al gezegd dat ik die man niet mag. En ik ben altijd wijs genoeg om voor mezelf te zorgen, hoor. Nou, is dat zo? En wie maakt jouw boterhammen dan klaar? Hè? En wie is er dan als er iets met je gebeurt? Als je hem niet mag, had je dat gisteren even moeten zeggen toen je was bekend. Maar wat kan er gebeuren? Ik zit hier in die stoel, alleen. En ik heb helemaal geen zin dat er iemand een vreemde door mijn huis spookt. Walter komt niet om door je huis te spoken, hij komt hier om jou te helpen.
Nou, misschien kunnen jullie er even uit voor een wandelingetje of zo. Het is hartstikke mooi weer vandaag. Kijk, ik weet wel dat je het niet leuk vindt als ik er niet ben. Maar ik moet er gewoon echt even tussenuit. Ik zie Karima haast nooit meer. Nou, is dat mijn schuld? Nee, dat is niemand zijn schuld. Doe dan, Maarten. Hè? Het is maar voor één dagje. Vanavond ben ik er gewoon weer. En doe mij nou even een plezier. Wees even aardig voor Walter. En niet zo zitten mokken, oké? Maar ik blijf er wel bij dat ik die man niet mag. Hallo. Hey Walter, wat fijn dat je er bent. Jij redt je wel, hè? Ik moet vandoor, ik moet de trein halen. Hij zit binnen? Ja, ja. Ja. Okay. Hoi. Doei. Ja, zo. Kunt u meekomen? Moet hij ook vast? Nee, we laten het maar over. Het is schitterend weer. Ja, dus ik probeer hoor. Ja. Ja? Ja. Maar, moet dit nou? Natuurlijk meneer, u heeft toch eens wat frisse lucht nodig. U kunt toch niet de hele dag binnen zitten. Is er iets? Nee, er is niks. Je kijkt me zo aan. Ik kijk niet. Oh, je kijkt wel. Ik zie het wel. Ik ben niet blind. Nee, je bent niet blind. Dat weet ik wel. Ik kan nog iets voor je doen. Nee, dank je. Maarten kreeg steeds meer klachten. Zodra we dachten iets onder controle te hebben, diende zich alweer een volgend probleem aan. En de dokter kwam steeds vaker.
Is er wat? Ja, ik wil wel even met je praten. Komt er een vreemde op mij passen? Nee, wees maar niet bang. Hoe vind jij dat het gaat? Ja, hoe bedoel je? Ja, gewoon hoe het gaat. Ik bedoel, ik weet niet of ik nog wel goed voor je kan zorgen. Misschien ben je ergens anders gewoon beter op zijn plek. Waar dan? Wil je me weg hebben? Nee, ik wil je niet weg hebben. Ik denk dat er gewoon andere mensen zijn die beter op jou kunnen passen. Kijk, als er hier iets met jou gebeurt, dan weet ik gewoon niet altijd wat ik moet doen. En in een verpleeghuis bijvoorbeeld, daar werken mensen die dat wel weten. Een verpleeghuis? Ik sterf hier liever. Wil je niet dood hebben, dat weet je heel goed. En als ik dood ga, dan wil ik in mijn eigen huis sterven. Hier. En dat meen ik ook, hoor. Het gaat niet alleen maar om jou, het gaat ook om mij. Ik moet het ook maar allemaal aankunnen. Je doet het toch prima? Hoor je mij ooit klagen? Horace. Als je mij alleen laat, dan slik ik allemaal pillen in die ik hier heb. En dan ben je van me af. Zo. Oké. Dat is echt gemeen wat je nu zegt. Laat je me nou toch alleen? Ja. Ja. Ja, ik laat je even alleen. Ik moet gewoon even een blokje om. Oké, ik moet er even uit. Ik wees me niet bang, ik kom zo weer terug. Ja. Ik ben er wel klaar mee. Het is goed geweest. Ja. Hij slaapt nu. Hij wordt niet meer wakker. En als het zover is, dan bel je mij. Weet je, waar ik nou zo'n zin in heb? Bitterballen. Oh ja. Een bitterballen. Ja, wil je dat echt? Ja. Een beetje. Ja.
Ineens was het voorbij. Maarten was er niet meer. Niemand meer om voor te zorgen. De wereld was leeg zonder hem. Ik wist niet meer goed wat ik wilde. Ik had plotseling alle tijd voor mezelf, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Behalve met Karima had ik maanden geen contact gehad met mijn vrienden en vriendinnen. Al die tijd dacht ik niet na over wat er zou gebeuren als Maarten er niet meer zou zijn. Misschien heb ik te weinig voor mezelf gezorgd. Toch heb ik nergens spijt van. Je hebt geen spijt van de dingen die je hebt gedaan. Ik heb alleen maar spijt van de dingen die ik niet heb gedaan. De mensen hebben het vierste droog en hebben geen idee. Je steen ik dan al in op een al aan in de zee. Voor al dat ik schenken, zorg ik de deze in. Hoe lange leden stralen, hoe land van rijn en wind. De meisken kroepen veilig voor. In haar eigen steen, je steen ik dan alleen op een eiland in de zee. Ze rieden mij haar auto's, mij het liefst voorbij. Ze wollen haar net binnen, ze bleven liever vrij. Maar stormen zullen komen, maar elk zijn eigen streep. Dieken zullen breken, het is een spul van tijd. Dan haai je elk oor neder, steest voor een oor en greep. Je steen in